wat ik aan het doen ben, is momenteel vloggen. Oh, kijk, vloggen. We zijn vertrokken en heel ver in de verte zie je misschien nog onze ouders. Een paar traantjes gelaten natuurlijk. Wij zijn er klaar voor. We gaan nu naar de gates toe. Met het hele team. Of dat is het hele team. Dat zijn 11 momenteel. En ik ben benieuwd wat we zo meteen gaan beleven. En Lieselotte die heeft het zwaar mee. Maar gelukkig zijn er 10 mannen onderheen. Ik zal even het vliegtuig laten zien. Hij is super groot, dus we passen er allemaal in. Nou, daar is hij dan hoor. Eindelijk gaan we dan naar Australië, dus we zijn helemaal bepakt en bezakt. Bezat? Nee, dus we zijn helemaal bepakt en bezakt. Alle koffers zijn gecheckt, alle extra koffers hebben super veel bij ons. Dus ja, we hebben er super veel zin in. En let's go! Hey, kijk, deze Tom heeft er zin in. We zijn er jongens. Tom beseft niet dat we nog maar 12 uur hoeven te gaan. We zijn nog niet eens op de helft. We zijn bijna op een derde. Dit is een speciale jongen. Ja, zo gaat dat. Hallo allemaal, we zijn aangekomen in Adelaide. Zoals je ziet hier hebben we hier een hele mooie kamer. Waar we met z'n vieren mogen liggen. Dit is de prinsessenkamer van het dochtertje van Tracy. Waar we slapen in het huis. Het is erg gastvrij zoals je ziet. Het is wel een beetje passen en meten hier, want we slapen met 15 man in het huis. Ik ben weer herenigd met Marat. Daar ben ik heel blij mee. Het was echt een super lange reis. Ik ben helemaal kapot. De rest ook. Dat zie ik een beetje. Het heeft me 27 uur gekost van deur tot deur. Goedemorgen Tommy. Goed bezig. Goedemorgen Marat. Goed aan het werk. Nou, nu goed aan het voorbij. En dan gaan we de dag weer goed beginnen. Het is inmiddels zaterdag. 2 dagen nadat de tweede groep is aangekomen van het solo team. Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen voor de trip-up. Aankomende week gaan we namelijk de route van Darwin en Adelaide als tijdens de World Solar Challenge. Die gaan we omgekeerd rijden om te kijken hoe die woestijn, hoe dat nou is, hoe het daar uitziet, hoe droog het daar is, hoe we ons kamp moeten opmaken en wat protocollen te oefenen. We moeten dan heel wat testen. Kijken of de tent helemaal compleet is, de tentstokken, of die ook allemaal nog goed en heel zijn, want die hebben je al 2 jaar geleden, van 2013 heeft hij ook gebruikt. Tevens gebruiken we een kleine generator. Daar is Matthijs mee bezig. Onze Joep. Zit bij de padvinderij, dus hartstikke handig om hem natuurlijk in de Outback te hebben. Mochten we anacondas tegenkomen, tarantula's, dan weten wij wie we moeten wezen. Want Joop die weet hoe je tarantula's heerlijk kan roosteren op een kampvuur. Toch hebben ze me geen kok gemaakt, raar hè? We noemen hem wel eens Joop Grills. Dan doe ik allemaal hele stoere dingen. En zodra de camera uit is, dan ga ik gewoon een goede rijsttafel lekker buiten zitten eten. Momenteel zitten we bij Coda Wireless. Ik zal je even rondleiden. Dit is een beetje ons hoofdkwartier. Het doet mij een beetje denken aan die control room van de White House. Die sfeer hangt hier ook, want iedereen is heel druk bezig. Iedereen is heel, nou, niet gespannen, maar wel heel geconcentreerd bezig. Eigenlijk is het niet meer dan de tafel. Het is een swagger boy. Hard aan het werk, man. Het is nu zaterdag. Dus het is natuurlijk helemaal leeg bij Coda Wireless. De werknemers hier zelf, die nemen natuurlijk wel vrij op een zaterdag. Wij niet. Dit is het tweede kantoortje, dus tevens de kantine. Dus de mensen hier zitten lekker dicht bij het koffiezetapparaat. De koelkast. En er kan natuurlijk ook wat darts gegooid worden. Ja, ontspanning hoort natuurlijk wel een beetje bij. Nou, om natuurlijk alles op rolletjes te laten lopen, moet er veel overlegd worden, veel vergaderd. Achter mij zie je ook een kleine vergadering plaatsvinden. Doen we vaker zo, zit je gewoon, ja, eigenlijk gewoon lekker bij elkaar. En, nou ja, lekker. De spanningen lopen af en toe wel hoog op. Ja, zo bespreek je dingen met elkaar. En zorg er ook voor dat iedereen op de hoogte is van wat er gebeurt, wat er gaat gebeuren. En dat overleg je dan weer later met het hele team. Dat is wel het belangrijkste bij ons. Onze CEO heeft hier zijn eigen kantoor. dit is Tom Selton. Dit is tevens zijn yogaplek. En zijn pilatesplek. Tom is bezig met de financiën, denk ik. Inkomsten, uitgaven, hebben we genoeg geld, kunnen alles betalen. Zeker in Australië ook van belang natuurlijk. Want hier hebben we allemaal pasjes, hebben we allemaal creditcards. Ik kan niks laten zien, want dan zie je meteen alle gegevens, kunnen we allemaal geld van ons gaan stelen.
Nou Tom, succes. Ga door. Ciao. Nou, vandaag zijn we bij Coda Wireless, dat is een van onze sponsoren uit Australië. Het is super cool dat we ook een sponsor hebben uit het land van de bestemming. Ze hebben vandaag een bouwkeer voor ons georganiseerd. Dat is niet het enige, we slapen ook al een aantal dagen bij hun. Ze hebben namelijk een huis voor ons geopend en onze slaapplekken geboden. En achter me zien de jongens al hongerig het eten aanvallen, dus ja, ik zou zeggen laten we gaan eten. Zondag, morgen gaan we lekker aan de slag. Het plan is nu om woensdag te vertrekken naar Darwin. Het is wel leuk trouwens dat het nu winter is en dat we vandaag wel gebarbecued hebben. Dus, in ieder geval, al met al was het een erg leuke dag en een gezellige dag. En gaan we kijken wat het is. Hoi hoi!